Hoi, ik ben Dirk. Heb jij een technisch probleem? Kan niemand anders je helpen? Krijg ik hem niet meer in zijn versnelling? Weet jullie misschien... Pak je telefoon dan. Misschien kan jij de hulplijn appen. Hey! Oh! Een berichtje! Beste Master Milo team. Ik heb een vraag. Ik ben Raymond van Kempen. Mijn vraag, kunnen jullie me helpen met twee antwoorden? Ik ga de camera even zo draaien, want dan kan ik mezelf tenminste zien. Ik heb hier een Lombardini LWK0502 motor, waarbij, zoals je nu ziet, de kruipolie bovenop ligt. En ik wil weten, hoe kan ik de zuigers loskrijgen? De bedoeling is uiteindelijk dat de zuigers en de cilinder heel blijven, dus dat die uiteindelijk een beetje uitgewoond kan worden en nieuwe ringen erop. En tevens heb ik een andere vraag, want in dit gatje, het is slecht te zien, daar zit nog een bout in. En normaal gesproken doen jullie een moer erop lassen, maar dat gaat hier een beetje lastig bij. Ik zou graag willen weten hoe ik dit kan oplossen. Ik hoor het graag van jullie. Hey Raymond, goeie vraag. Ja, vast geroeste motor, of in ieder geval een motor die vast zit. Ja. Ja, wat wij wel eens deden is in ieder geval het blok helemaal demonteren. Dus wil zeggen ook de krukas onderuit. Dus je maakt gewoon de drijfstangen los aan de onderkant. Hè. Ik heb even een zuiger en drijfstang. Even deze bouten losmaken. De krukas proberen eruit te halen. En dan bij voorkeur eigenlijk de zuigers naar beneden eruit timmeren. Dat zou mijn voorkeur hebben, zeg maar. Met een blok hout erop en dan eruit slaan. Vermoedelijk zit de meeste, de rotzooi ligt bovenop je zuiger. Dus als je hem naar boven eruit wil halen, dan heb je kans dat die rotzooi wel opstroopt en dat hij nog vaster gaat zitten. Ja. Ja, jij dacht dat misschien niet ging bij die motor, Dirk? Nou, er zijn ook heel veel motoren waar die niet naar beneden uit kan. Ja. En ik weet niet zeker, maar misschien heb je, dat kun je zien, want als onderaan de zuiger, dan zit er zeg maar een soort van een inhammetje, waardoor die niet, de gat niet helemaal doorloopt naar beneden. Ja, dan moet je hem wel naar buiten, of naar boven eruit halen. Maar dan zou ik hem eerst even aan de bovenkant, echt met zo'n schuurpapiertje, even goed een beetje die rotzooi weghalen. En dan gewoon een blok hout erin zetten en gewoon hard slaan, denk ik. Dat is ja. Een methode. Ja, misschien als je iets naar beneden kan nog, dat je eerst een stukje naar beneden doet en dan ook die troep eruit probeert te halen. Dat is natuurlijk wel, vermoedelijk zit, ik weet niet wat er met die motor gebeurd is. Of dat die is vastgelopen of dat die gewoon door het stilstaan is vastgeroest. Want het is natuurlijk, ja, de condensvorming in die cilinders, dat zakt eigenlijk naar beneden. Hè, die druppeltjes, dat water, dat blijft eigenlijk op die zuigerveren staan. En dan roest die aan de bovenkant natuurlijk vooral aan. Dus ja, vandaar ook de voorkeur om ze naar beneden eruit te halen. Omdat de meeste troep zal er boven zitten. Dus oké. Okay. Ja. En dan vraag 2, denk ik. Hè. Ik denk dat dit vrij duidelijk is. Hè. Gewoon met een blok hout erop eruit hengsten. Maar wel gewoon niet te zuinig. Gewoon hard slaan. Want het is al kapot, moet je maar denken. En ja, dus het kan niet nog erg kapot. Ja, het kan ook altijd nog kapotter. Hè? Ja, maar ja, het is gewoon kapot. Je moet gewoon slaan. Hard slaan. Dat is sowieso. Als hij eenmaal gaat bewegen, niet stoppen, gewoon doorslaan. Ja, dat zou ik doen. En dan de tweede, hè? Afgebroken bouten. Ja, je zei zelf wel een moer erop lassen, maar dat ging niet meer. Want hij is een heel eind in het gat afgebroken. Ja, we hadden net al even zitten praktiseren. Uitboren, dat zal natuurlijk niet goed gaan omdat het een aluminium blok is. Dus die boor die zal zijn weg zoeken en dan krijg je een heel lelijk scheef gat. Dat is niet echt ideaal. Dus dan proberen misschien met een kleinere boor een gatje erin te boren. Dan zou je eventueel met een centerpunt die je een beetje kan centreren in een gat dat je mooi een goede center eerst slaat. Hè. En dan met een kleiner boortje een gat erin boren. Dan zou je een Torx dop kunnen pakken en dan de langere, want je hebt die korte doppen zeg maar, waar meteen het Torx bitje eigenlijk begint onder de dop, maar je hebt ook die langere natuurlijk. En die sla je gewoon vast in de gat en dan kun je er weer kracht op zetten om eruit te draaien, maar dat zou ik dan nog niet doen. Ik zou, want dat is natuurlijk niet voor niks afgebroken, dan zou ik met een brandertje het aluminium ter plaatse waar het ongeveer de afgebroken stuk zit, langs de buitenkant verhitten.
Niet te gek natuurlijk, anders vallen de gaten erin. Maar stook het even snel goed warm. Dus niet te bang zijn. Wel zorgen dat je snel hitte aanbrengt. En dan meteen eruit draaien. Want aluminium zet namelijk een stuk meer uit dan staal. En aluminium geleidt ook veel beter. Dus de aluminium rondom zal heel snel opwarmen. Terwijl die bout eigenlijk nog relatief koud blijft. En ja, dan komt die van eigen los. En denk ik dat je hem eigenlijk zonder moeite uit kan draaien. Ja. Ja, dat is. Maar hij moet bij aluminium wel echt gewoon echt goed verhitten. Want het lijkt alsof dat hij snel warm is, maar het is ook snel weer koud. Dat klopt, ja. De warmte gaat heel snel weg. Dus je moet niet zeg maar daar heet stoken en dan nog eens je bitje erin slaan. Nee, je moet zorgen dat je helemaal gesteld staat. Bitje erin, sleutel erop. Misschien met tweeën zelfs, dat iemand hem al een beetje op spanning houdt. Heet stoken en meteen eruit draaien. En dan moet dat lukken. Ja. Ja, dat is denk ik. Maar wat je ook kan doen natuurlijk, het is niet zo'n heel spannend motortje. Ja. En er is nogal veel aan, want je hebt hem al uit elkaar gehaald, dus je moet al nieuwe pakkingen. Het ding zit al vast, dus je moet hem laten honen, je moet nieuwe zuigerveer. Ja, dat wordt toch wel een duur grapje. Hij is natuurlijk economisch toteloos, hè. Dus als je het leuk vindt, dan kun je hem repareren. Dus dat zouden wij waarschijnlijk doen. Ja. Maar het is misschien wel even verstandig om gewoon een andere Lombardini motor te zoeken. Ja, dat. Ja. Dus als er nou mensen zijn die zeggen, nou, ik heb nog een beter idee. Ik zou het zus of zo doen. Zet het vooral even in de comments. Dan kun je Remon nog verder helpen. En heb jij misschien wel zo'n Lombardini motor liggen? Nou, dan zet het ook even onder in de comments. Want misschien dat Remon die motor dan wel graag zou willen. Nou, dat is het denk ik. Ja. Weten we nog iets? Nee. Nee, hè? Nee. Oké, tot ziens. Ja, bedankt voor je vraag. En succes ermee. Laat het even weten in de comments als het is gelukt. Dat is wel tof. Dan pinnen we jouw comment. En dan kunnen andere kijkers ook zien hoe jij het probleem uiteindelijk hebt opgelost. En heb jij nou een vraag voor onze helpdesk? Dan check even de omschrijving. Staat het telefoonnummer. Maak even een videootje met je telefoon. En stuur hem via WhatsApp. En dan, wie weet, behandelen we de volgende keer wel jouw vraag. Hey mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.